De meisjes werkten bij sigarenfabriek Champ Clark in een tijd dat het in Oost-Groningen giste van de arbeidsonrust. Hun vaders, arbeiders bij de strookkartonfabrieken, staakten al weken. Wilde stakingen. De bonden weigerden hun looneisen over te nemen. Fré Meijs van de Communistische Partij Nederland was hun woordvoerder. Laten ze dan het maximum van het CAO betalen, daar hebben de arbeiders toch zeker recht op. Zij betalen nog niet eens waarop jullie recht hebben in het CAO. Want van alle kanten, ook van de vakbondbestuurders, wordt gemauwd dat het CAO niet open kan. Als ze dus zeggen, het CAO kan niet opengebroken worden, laten ze dan het Oost-Groningen, een gebied vol strookkartonfabrieken. Zwaar werk voor sterke mannen. In de jaren 60 waren de fabrieken aan vernieuwing en arbeiders aan loonsverhoging toe. Van de bonden hadden de arbeiders niets te verwachten. Ik heb gewerkt op Dierica, ik heb gewerkt op Delbion, ik heb gewerkt op Pekela. Nou, dat was dan Vree & Co, Union, Albion, Erika, de Ceres, de Kroon, de Kappa. En Pekela. Het is zo dat in Nederland een geleide loonpolitiek was. Dat betekent dat in Den Haag werd afgesproken wat er met lonen mocht gebeuren. En daarna voorafgaande had men de verschillende steden en plaatsen die er waren in het land ingedeeld in gemeenteklassen. Ja, dus gemeenteklasse 1, dat was bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, de grote steden in de Randstad. Gemeenteklasse 4 was echt het platteland, de plattelandsplaatsjes. En dat betekende dus gewoon dat in de hoogste klasse, dan werd de hoogste lonen betaald. En in de laagste klasse, de laagste lonen. Daar was wel verschil in het westen van het land. En hier is ook misschien wel per week wel van, misschien wel een 20 euro wel. 20, 25 gulden per week. Ja, ik zeg alweer euro. Ik ben gulden, sorry. Men accepteerde niet meer dat er verschillen waren die niet gemotiveerd waren. Dat kwam omdat de mensen gewoon langzamerhand door de toenemende communicatie doorkregen dat zij veel minder verdienden dan andere delen van het land. Wij waren hier achtergesteld. Ja. Wij waren en daar zijn we nog steeds. Het afvalputje van Nederland, daar zijn we nog steeds. Echt hoor. Beslist wel. Er wordt zo hard gewerkt op de fabrieken dat de arbeiders gaan inzien dat ze, laat ik zeggen, jarenlang aan het lijntje zijn gehouden. En die willen nou geld zien. En daar hebben ze het volste recht op. En het hoeft van de zijde van het actiecomité en de stakers is er geen prestige kwestie. Die hebben alle mogelijke middelen in het werk gesteld om tot een oplossing te komen. Zowel via de vakbonden als via de burgemeester van Oude Pekela. En noem ze ook nog maar wat op. De strookkartonindustrie, die was kwetsbaar. Wij wisten dat als we de lonen te ver op zouden gaan drijven, het waren allemaal nogal loonintensieve bedrijven, dat zou betekenen dat de bedrijven om zouden vallen. En ja, dan zou je werkloosheid krijgen. En dat is natuurlijk veel erger dan wanneer je een wat lager loon hebt. Ik verdien 237 gulden bruto per week en 180 gulden netto. We zitten hier in Oude Pekela met een zeer eenzijdige industrie. En dat wil dus zeggen dat indien men van werk wil veranderen, men hier praktisch geen mogelijkheden heeft. Je kan van de ene fabriek naar andere stappen, maar dat verandert geen cent aan je loon. Vandaar ook later die staking, ja. De bonden die wouden niet. Die wouden ons niet steunen. En toen zijn wij begonnen met die actiecomité, met Vree Meijs. En toen hielden die bonden dat nog tegen. Nog steeds. Denkt u voor deze actie de vakbonden nog achter u te krijgen? Dat zullen de leden van de vakbonden moeten beslissen. Daar heb ik niet over te beslissen. Het was te gemakkelijk om te roepen dat het niet goed was, dat het te weinig was. En dan verder je stil houden, want de CPN had verder geen mogelijkheden om de CO's te verbeteren. Wij hadden dat wel. Daarnaast is het zo dat wij met de acties zoals we ze op dit moment voeren in staat zijn om ze langdurig vol te houden tegen de ondernemers dat ze over de brug moeten komen. Toen heeft men inderdaad heel bewust de zaak vanuit de hoek van de CPN duidelijk echt extra opgeblazen. Men heeft contact gezocht met de mensen in de bedrijven. Er zijn actiecomité's opgericht. En van daaruit werden toen wat we noemen wilde stakingen georganiseerd. En unaniem
heeft het actiecomité mij gevraagd jullie mede te delen. Om de strijd nog voor te zetten zoals we ze nu doen, dat wil zeggen... Ja, het was zo'n kerel. Echt wel hoor. Je kon er op hem bouwen. Ja. Iedereen kon bij hem terecht over wat voor problemen dan ook. Of het ging om huisvesting of bijstandsuitkering of zoiets. Hij hielp die mensen mee. Ze waren bang voor vrij meisjes. Mensen met geld die aan het vrij actie ging voeren, dat kostte geld. Bij onze bond, dat was de Algemene Bedrijfsrepresentale, bond van het NVW, hadden wij in de statuten vast liggen dat leden geen lid konden zijn, mochten zijn van de CPN. En dat was een uitvloeisel van de Koude Oorlog. De communisten, dat waren de vijanden. De vakbond die wou mij later schrappen, omdat ik in het actiecomité zat met Free Meis. En de kerk die wou mij ook schrappen, wel graag zelfs. Is niet gebeurd trouwens. En ik werd een dikke rooi en ik werd een communist en ik was van alles toen in die jaren. Wij kregen tegen de tijd dat er gemeenteraadsverkiezingen waren, met name, kregen we een telefoontje van iemand van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die vroeg dan om een gesprek. En tijdens het gesprek liet hij ons de lijst zien van de CPN. Dat waren dus de communisten. En dan hadden wij de mogelijkheid om te checken of ze ook lid waren van onze bond. En dat was dus wat dat betreft een hele vreemde samenwerking. Maar goed, dat was gewoon zo. Een goede communist, en luister nu al goed, een goede communist is een goed christenmens. Want een goede communist, die kan voor de minderen op. Zo is het. Ja, ik word nou emotioneel, want ik word in fel. Maar dat is gewoon zo. Dat wil zeggen, met man en macht geld in te zamelen en het nog voorlopig bij 24 uur stakingen te houden. Dat is het standpunt van het actiecomité. Want we wouden je bedrijven niet doden. Ze moesten maar blijven draaien. En daarom gingen wij gewoon staken alle fabrieken op maandag. En dan gingen wij dinsdag weer starten. Maar daartussendoor legden wij wel een fabriek plaats. Niet alleen ISO, Nieuweschans en Veendam. Ik weet wel, ze hebben bij Sjaam Clark hebben ze wel gesterkt. En dat ging toen. De mannen die kregen er geloof ik wel geld bij. En de vrouwen niet. Klopt dat? Ja. Zo wat was het. Bouw op zich kun je nog wel herkennen. Jawel. Nou, en hier hebben we het kantoor, hè, waar we 43 jaar geleden naar boven gingen. Ja. Overleggen met gebroeders komen. Ja, en toen ging je hartje van rommel de boom. Buikpijn, en daar stond hij, hè. Boven aan de trap stond hij al te wachten. En we hebben gevraagd om die 10 gulden, want de mannen hadden het niet meer zo gekregen. En maar daar werd gelijk over gezegd van... Nee. Nee. Toen hadden we nog niks bereikt. En na veel, er zijn ook nog wel een paar nachtjes overheen gegaan, denk ik. En, en steeds weer. Steeds weer gesprek en een pauze. Want het is gewoon niet eerlijk. Nee, super oneerlijk. Ja. Dus, en op een gegeven moment, ja, volgens mij was ik het, die zei van, ja, dan moeten we maar naar Vreem Meis. En Oude Pekela, want die heeft voor de Strokerton ook heel veel gedaan. Want zaterdag is hij daar. Ja. En die vergaderingen zijn openbaar. Het stond ook in de krant, en volgens mij jouw vader... Ja, stond ook in de krant. Ja. Maar mijn vader die kreeg ook een soort briefkaartje, is dat. Die kregen ze dan een opkomst dringend gewenst. Want hier staat voor de vergadering om 5 uur, de vergadering Saskar. Opkomst dringend gewenst. Een groepje vrouwen. Een man of 5 waren. Ja, zijn we toen naar Oude Pekela gegaan, naar Saal Saske.
En ja, die mannen zaten daar, het actiecomité zat daar achter de tafel. En toen hebben we gevraagd of we met ze konden praten. Ja. Want wij hadden een probleem. En toen werd ons gevraagd om naar het achterzaaltje te komen. En daar was Vrij Meis. En toen hebben wij ons verhaal nog een keer gedaan. De actiecomité's zijn hier dus allemaal weer vertegenwoordigd en die staan dus achter jullie. Oké? Ja. Toen hebben ze gezegd dat ze achter ons wilden staan en ons wel wilden helpen. Maar dat wij 's maandags eerst 's morgens weer gewoon aan het werk moesten gaan. En dan een afspraak maken op kantoor. En nog eens weer vragen of wij die 10 gulden erbij konden krijgen. En dat hebben we toen ook gedaan, ja. Dat was in Saal Sasker. Dat is Sasker. Ja. Ja, staken, hoe doe je dat? Actiecomité staat op het standpunt dat we met onze acties de overwinning binnen ons bereik hebben, kameraden. Zo is op dit moment de toestand. De opinie van het publiek komt steeds sterker aan de zijde van de stakers. En dit is onze steunlijst. Steun de stakers. Moesten we mee bij de deur langs. Ja, we werden allemaal ingedeeld. Iedere morgen gingen we lijsten uitzetten voor geld binnen te halen, dat we elke week ons geld kregen. Nou, ik was toen penningmeester en iedere week dan kwam zoveel geld binnen. Ja. En spraken jullie nog met de directie toen in die tijd? Nee, daar hebben wij ook nooit meer mee gesproken. Nee. De communicatie verliep via de krant. Ja. Want daaruit wisten wij ook dat ze nieuw personeel wilden hebben. Gevraagd, ze hadden een advertentie stond erin. Vroegen ze via een advertentie voor nieuwe meisjes. Maar het loon was veel hoger dan wat wij kregen. Zo, die gingen dan veel verdienen als ze kwamen. Ja. Er gaat al voor een 17-jarige 89 gulden 58. Ook al zou het bruto zijn, dan nog. Ja, dan nog. En dit was onze... We kregen een slagbrief. Onze slag aangezegd voor de kerst. Ja, maar ja, dat pikten we niet. En nou, er stond ook in, als we 's maandags niet zouden melden, was je ontslagen. Maar dat pikten we gewoon niet. En deze die is van de Nederlandse Vrouwenbeweging. Zij verklaren zich solidair met het door u gestelde eisen voor loonverhoging. Ter ondersteuning van uw actie maken wij 200 gulden voor de stakingskas over. Met de beste wensen voor succes. Het hoofdbestuur, Nederlandse Vrouwenbeweging. En toen zei ook Vrij Meis tegen mij, want, nou werd ik aangewezen om contact op te nemen met de bond. Om te kijken of zij misschien iets voor ons konden doen, zodat die communicatie richting de heren Koning tot stand zou komen. Toen heeft de bond toegezegd dat hij erover zou praten. Kijken wat hij voor ons kon doen. En vrij vlot daarna kregen wij een kaartje thuis om dan naar de gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela te komen voor een overleg met de bond. De mensen die zijn dus, laat ik zeggen, die zijn dus die achterstand beu en die willen dat wegwerken. Die zijn van mening dat door kwestie van strijd en door kwestie van optreden dat ze die achterstand weg kunnen werken. Dat is een kwestie van actiecomité's en van de arbeiders, zowel de mannen als de vrouwen in de fabrieken. Dus we kregen een spoedcursus onderhandelen van Vrij Meis. Wij wisten niet wat we ons daarbij voor moesten stellen, dus hij legde ons gewoon uit van we moesten goed luisteren, dingen opschrijven, waren daar dingen bij, daar moest je dan weer op inspringen, elkaar goed uit laten praten. En ik werd aangewezen als woordvoerster. We mochten natuurlijk ook niet allemaal door elkaar heen praten. Wij hebben gewoon daar onze eisen op tafel gelegd. Dus een vrij vlot dat we kregen wat we wilden.